Sophie? Yeah! 13-9-0, kom maar! La 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 la. Ja. Maar wat betekent dan vriendschap voor jullie? Vriendschap voor ons betekent gewoon mensen die je dicht om je heen hebt en die je kunt vertrouwen. En als je problemen hebt, dat je dat ook met elkaar dus kan bespreken en oplossen. En dan voel je gewoon eigenlijk een heel stuk prettiger. Wat vindt u van vriendschap? Vindt u dat belangrijk? Ik vind dat zeker belangrijk, vriendschap, ja. Natuurlijk is dat belangrijk. Vriendschap, oh, dat is zo belangrijk. De vriendschap is dat je met elkaar respect hebt voor elkaar. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Jong voor oud en oud voor jong. En als je wel eens moe wordt, dan zeg je misschien wel eens iets wat niet heel leuk is, dat je normaal gesproken niet zou zeggen. Maar dat is helemaal niet erg, want als je vrienden bent, dan kan je dat met elkaar weer oplossen. En dan ga je gewoon weer verder. Elkaar helpen, elkaar respecteren. Voor elkaar, met elkaar, voor bij vreugde, bij minder vreugde, met problemen, overal dat ik voor elkaar ben. Loopt u met een beste vriend? Ja, dat is mijn beste vriendje langs mij. Mijn beste wandelvriend. Wij lopen nu 25 jaar samen. De brille gladiolen! De brille gladiolen! Dat hebben we verdiend! Dat hebben we verdiend! Na 4 dagen lopen! Na 4 dagen lopen! We met aan elke hand een vriend! Met aan elke hand een vriend! En van je!